Hoi, ik ben Joy en superleuk dat je er weer bij bent om samen met mij deze workout te doen. We gaan deze keer kort, maar wel keihard aan de slag met allemaal leuke buikspieroefeningen voor thuis. Ben je er klaar voor? Let's go! Oké, we gaan elke keer een hele minuut werken en dan heb je 15 seconden rust voor de volgende oefening. Dus je eerste oefening beginnen we vanuit het plankpositie. Dus door op handen en tenen en hier vandaan ga je onderop de binnenkant van je voet tappen. Plank to plank. Ready? In 3, 2, 1, let's go. Komt-ie. Tappen aan en terug. Duw die heupen goed naar boven. Knijp in die buik en duw je borst echt richting je bovenbenen. En elke keer weer helemaal mooi terug naar die plank, hè? Niet te diep doorzakken. Hou hem wel netjes sterk in die plank. En dan weer omhoog. Heel goed, hou vol. Yes. Come on. Bijna op de helft. Netjes, come on. Hang in daar, knijp in die buik. Kan je nog een beetje verder? Yes, hou vol, knijpen. Bijna rust. Kom aan, 10 seconden nog. Je bent er bijna. Yes, en rust. Handen heel eventjes rond. Want we gaan meteen door naar de volgende oefening. En die is ook in je plankpositie. Handen, tenen weer in de grond. We gaan hier vandaan naar een plank jack. Dus je springt uit en in met die voeten. Ready? Go, kom maar. Heel goed, knijp in die buik. Duw uit die handen. Heel goed, en probeer zo min mogelijk echt heen en weer te gaan met je heupen. Knijp goed in die buik. Yes, en hou je lichaam zo stil mogelijk. Kom aan, hartslag gaat omhoog. Heel goed. Kom aan, hou vol. Yes, heel goed. Op de helft. Hou die billen stil, hè. Come on. Niet te veel heen en weer bewegen. Heel goed. Zorg ook dat die schouders boven je handen blijven. Come on, doorzetten. Heel goed. Come on. Nu wordt die zwaar, hè. Maar nu moet je doorzetten. Bijna pauze. Come on. Bijna. En ontspannen. Armen los. Kom naar één elleboog. En je andere knie is op de grond. Elleboog en knie in één lijn. Maak jezelf lang. Elleboog richting je knie. En maak hem weer lang. Ready? Go, doe maar mee. In en uit. In en uit. Heel goed. We kunnen weer een beetje ademhalen. Na die heftige oefening van net. Kom aan. Knijpen en helemaal lang maken. En goed die heupen weer omhoog duwen. Yes. In en uit. In en uit. Come on. Netjes. Goed knijpen naar elkaar toe. En terug. Alsof je een soort nootje hier tussen wil kraken. Hè? In en uit. Netjes. Voor jullie zijkant. Knijpen. Heel goed. Hou vol. Eerst 15 seconden nog. Doorzetten. Heel goed, kom aan. Werk aan die buikspieren. Bijna rust. En ontspan. Wissel om. Andere kant. Elleboog weer in de grond. Knie in de grond. Zorg dat ze in één lijn staan. Dan kunnen die heupen mooi omhoog. Maak jezelf lang. En trek hem in. Yes, ready? 3, 2, 1, go. In en weer lang. In en weer lang. Heel goed. Even doorzetten. We werken relatief lang, hè? Die hele minuut werken. We hebben die buikspieren wel nodig. Je moet echt even flink aan het werk gezet worden om ze te activeren. Come on, knijpen en strekken. Netjes.
Goed. Je bent op de helft, kom aan. En weer in. En weer terug. Heel goed, volhouden nu. 20 seconden. Yes, voel die zijkant branden. Heel goed. Kom aan, 10 seconden. Bijna door naar de volgende. Yes, en rust. Kom lekker liggen. Ja, lekker. Heel eventjes maar, hè. Maak jezelf lang. Hier vandaan, je duwt jezelf omhoog. Je tapt aan de binnenkant van je voet. En je draait jezelf open. Kom je weer liggen. Yes, elke keer één kant. Go. Omhoog, draai open en terug. Yes. Elke keer echt helemaal goed opendraaien. Goed voor die zijkant, hè. Kom aan. Tap, draai. En draai. Heel goed, kom aan. Yes, focus op die ene zijkant. Netjes. Hou vol. Op de helft. Heel goed. En ook deze gaat branden. Lekker hoor. Heel goed. 20 seconden nog. Netjes. Benen worden ook zwaar. Dat is mooi. Neem mijn video ook een beetje mee. 10 seconden nog. Kom aan, werken. Bijna rust. En ontspan. We gaan wisselen naar de andere kant. Dezelfde oefening. Maar dan die andere been. Dus trek weer die benen. Je komt omhoog. Tap de binnenkant aan. Je draait open opzij. Yes. Hou adem. Ready. Go. Kom maar. Doe mee. Hap. En terug. Hap. En terug. En je ziet misschien wel dat ik mijn armen gebruik om omhoog te komen. Hè? Eigenlijk stiekem een beetje smokkelen. Maar het mag zeker wel. Kom aan. Draaien. En terug. Netjes. Volhouden. Doorzetten. En pas als die buikspieren moe worden, dan gaan ze echt werken. Dus nu moet je niet stoppen. Dan moet je juist doorgaan. Heel goed. Kom aan, hou vol. Je bent er bijna. Yes, come on. Minder dan 10 seconden nog. En ontspan. Volgende. Belangrijk, die onderrug in de grond. En dit gaan we niet een hele minuut doen. We beginnen met 20 seconden. Yes, voeten van de grond en je armen van de grond. Yes, een hollow hold. Ready? Knijpen. Go. Kom maar, 20 seconden. Kom aan, hou vol. Vind je dit te zwaar, mag je altijd je handen langs je lichaam brengen. Hè? Heel goed. Is dat nog steeds te zwaar, kom je wat hoger. Nou, dan doe je alleen je knieën van de grond af. En je armen langs je benen. Heel goed, kom aan. Hou vol. En dat waren de eerste 20 seconden. 10 seconden rust. Oké, dit gaan we nog één keer 20 seconden doen. Ja? 20 seconden vasthouden. Ready? Go, kom maar. Heel goed, hou vol. Maak je armen lang, strek die benen uit. Heel goed, lukt het niet? Armen langs je lichaam, hè? Hou vol, kom aan, je bent er bijna. Even doorzetten. Hou vol, hou vol, hou vol. En ontspan. 20 seconden gehad. Oké, we hebben ermee deze, hè? Ietsje langer rust dan voor de bijna normale. Dus geniet ervan, zou ik zeggen. Oké. Je hebt nog 3 oefeningen te gaan. En je volgende oefening wordt een touwtrekoefening. Je voeten zijn in de grond. En hier vandaan ga je om en om jezelf omhoog trekken aan dat touw. Yes. Ready. Go. Kom maar. Up. En up. Elke keer trek je goed je schouderblad van de grond. En knijp in die buik. Hè? Heel goed. Echt proberen om jezelf omhoog te trekken aan dat touw. Kom aan. Zo hoog mogelijk vastpakken. Heel goed. Til je borst omhoog. Knijp in die buik. Hou vol, hou vol. Come on. Trek jezelf omhoog.
Voel die buikspieren branden. Netjes over de helft. Hou vol. Yes. Kom dan, kan je hoger? Jawel, hè? Misschien een stukje sneller. Laatste beetje. Kom maar, je bent bijna boven. Doorgaan, 10 seconden nog. Heel netjes. Kom aan. En we zijn boven. Ontspan. Je volgende oefening wordt een reversed crunch. Dus hier vandaan, je handen achter je hoofd. Je knieën gaan omhoog, heupen vanaf de grond. En daar vandaan gaan we naar een bicycle crunch. Dus omhoog en bicycle. Yes, go, doe mee. Omhoog, bicycle. Billen van de grond, bicycle. Billen van de grond, maak je been goed lang en draai in, hè. Belangrijk, echt goed je elleboog richting de knie trekken, zodat je die zijkant aanspant. Hier de onderkant van je buik, hier de zijkant van je buik. Ja, goed, come on, hou vol. Duwen en draaien. Duwen en draaien. Heel goed. Nice, hou vol, come on. Even doorzetten. Hierna gaan we alweer naar je laatste. Jij kan dit. Heel goed. Come on. Topper. Bijna. Krijg je die billen nog van de grond? Come on. Draai in. Zit er bijna. En ontspan. Draai om. We gaan naar een plank. Hier vandaan. Handen onder je schouders, tenen in de grond. Eén knie gaat naar je gekruiste elleboog. Dan gaat hij door het midden en dan gaat hij naar buiten. Datzelfde doe je met je andere been. Go. In het midden en aan de buitenkant. Dan andere been. Kruislinks, in het midden, langs de buitenkant. Andere been. Kruislinks, in het midden, buitenkant. Heel goed, come on. Sterk. Hard werken. Hou vol. Buitenkant. Yes. Kruislinks, midden. Buiten. Heel goed, dit is je laatste. Kom aan, hou vol. Je bent op de helft. Netjes. Kom aan, ook hier. Billen stil, hè. Ze mogen nergens heen. Heel goed, kom aan. Yes, in het midden. En uit. Heel goed, kom aan. 10 seconden nog. Hou vol. Wikkelen. En ontspan. Heel erg goed gedaan. Hard gewerkt. En ik zie je bij de volgende workout. Doei!